Mag ik even je aandacht voor een interessante tip? Tineke Zwart is dit seizoen mijn podcastpartner en zij investeert al 7 jaar in crypto. Met succes. Inmiddels is Tineke crypto-miljonair. Misschien ben je ook benieuwd naar crypto, maar denk je dat het heel ingewikkeld is of mega risicovol? Tineke dacht het voorheen ook, dus zij snapt als geen ander hoe beperkende overtuigingen je in de weg kunnen zitten als je eigenlijk meer rendement wilt maken. In haar crypto-cursus helpt Tineke je in Jip en Janneke taal daarom om crypto minder onvoorspelbaar te maken en geeft ze je concrete handvatten om te investeren in crypto, ook als startende belegger. Ze neemt je stap voor stap overal in mee. Het aanmaken van crypto-accounts, welke coins nu interessant zijn en hoe je automatisch kunt kopen en verkopen zonder er een dagtaak aan te hebben. Meld je nu aan voor Tineke's cursus via de link in de show notes en gebruik de code PODCASTKORTING voor €30 korting. Aanraden als je nu echt met een gedegen plan wilt investeren in crypto. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Wat is affiliate marketing en hoe kan je daarmee beginnen? In deze aflevering spreek ik met Chantal Schram, mijn oud-compagnon en co-host van Het Kan Ook Zo. Chantal weet alles over affiliate marketing en verdient zelf duizenden euro's per maand met haar affiliate websites. Hoe is zij begonnen? Welke affiliate marketingprogramma's gebruikt Chantal? En welke do's en don'ts heeft ze voor ondernemers die ook graag passief inkomen willen verdienen dankzij affiliate marketing? Nou, Chan, welkom. Nou, dankjewel. Ja, superleuk dat je in mijn podcast aanschuift. Want ja, we spreken elkaar bijna elke week voor onze gezamenlijke podcast. Het kan ook zo. Ja. Maar nu dacht ik, ja, nee, nu wil ik echt even jou goed spreken over affiliate marketing. Ja, ik vind het heel leuk dat het nu een keer in deze vorm is. In plaats van dat we het gewoon samen over een topic hebben, maar dat je me nu gewoon het hemd van het lijf gaat vragen. Ja, ja. En ik denk dat de meeste luisteraars ook al jouw naam wel vaker voorbij hebben horen komen. Van Snapper, van onze podcast, van onze vriendschap. Maar misschien even heel kort inderdaad over jou. Je bent 37, je woont in Bussen met je vriend en je zoontje. En je bent al 7 jaar ondernemer? Ja. Ja, ik ben op mijn 30ste echt officieel overgegaan, ja. Van naar de dark side. Ja, en affiliate marketing, dat doe je al langer zelfs, hè? Ja. Ja, ik moest even zoeken hoor, van tevoren. Want jij had me even een paar dingen gevraagd van tevoren. En dacht ik, oh, ik moet even induiken. Omdat het voor mij zo'n gesneden koek is. Maar ik ben in 2014 ben ik al begonnen met affiliate marketing. Dus ik telde, wow. Ja, ik tikte 10 jaar aan al. Ja, ik schrok er zelf ook al terwijl van. Terwijl eigenlijk een paar jaar geleden volgens mij pas het kwartje viel dat je hier dus echt al heel erg ervaren in bent. En dat dit eigenlijk gewoon jouw core business is. Ja, ja, dit is wel echt de rode draad erin. Ja. In mijn businessleven of eigenlijk gewoon überhaupt in mijn online leven denk ik wel. Ik heb mijn affiliate marketing road, zeg maar. Die begon al toen ik gewoon nog in loondienst was en een reisblog zelfs daarvoor al had gestart. Maar ik begon pas met affiliate marketing toen ik al in loondienst was. Echt on the side. En ik heb heel veel dingen gedaan. Zowel in loondienst als ondernemer. En jij weet net zo goed als ik dat ik heel veel dingen leuk vind. En ook heel veel dingen probeer. En op een gegeven moment was ik een beetje aan het zoeken van, ja, wat is nou mijn rode draad? Wat is nou datgene wat er wel altijd al was? Want op een gegeven moment voelde ik me ook een beetje zo van, ja, maar wat is dan mijn ding eigenlijk? Weet je wel, waar ben ik nou echt goed in? En waar wil ik me wel voor de langere termijn aan committen? En ja, en toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik dat al deed met affiliate marketing, maar op een bepaald level. En toen dacht ik, ja, ik kan dit ook opschalen en veel groter maken, zodat ik er ook gewoon meer aan verdien en met iets wat ik toch al deed of doe. Ja, dus het is eigenlijk al 10 jaar een side hustle en sinds 1 jaar of 2 is het de main hustle. Ja, ik denk 2 of 3 jaar nu wel, ja. 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 Ja, cool. Kun je anders iets meer vertellen over jouw affiliate websites? Je hebt volgens mij, heb je in ieder geval 2... bekende, grote... Ja, ik heb er 2 die ik Out in the Open altijd noem. Dat is Reistok, dat is mijn reisblog die ik in 2011 ben gestart. En ik heb inmiddels meerdere affiliate websites, waaronder goedkoop naar Disney.nl. En dat is dus, nou ja, zoals de naam al zegt, een hele erge niche website waarbij ik de
hotels rondom Disneyland Parijs verzamel om mensen op weg te helpen dat ze dus zo goedkoop mogelijk naar Disneyland Parijs kunnen gaan. Ja, wauw, echt super specifiek. Ja. Ja, maar dat is stiekem ook de sleutel volgens mij. Nou, ik denk wel, als ik al gelijk een tip erin mag gooien. Als je nu zou willen starten met affiliate marketing, ja, wees echt zo niche mogelijk. Echt zo niche mogelijk. Ik heb daar zelf wel wat fouten in gemaakt in het verleden in ieder geval. Of fouten, nou, laat ik het zeggen als leermomenten. Maar als ik kijk naar de ROI... en vooral ook wat het me oplevert per bezoeker op mijn website, is dat bij far... veel meer dan op mijn reisblog bijvoorbeeld. Terwijl daar veel meer op staat. Ja, bizar. Ja, laten we hier even induiken. Misschien aan de hand van hoe jij überhaupt in aanraking kwam met affiliate marketing. En hoe jij dus voor het eerst daar dat bent gaan toepassen op jouw blog. Ja, nou, ik moest daar echt even weer induiken. Omdat het al, nou ja, inmiddels dus al 10 jaar is. Maar 2014 heb ik me aangemeld voor het affiliate programma van bol.com. En ik denk dat de meeste mensen die wel iets van affiliate marketing hebben gehoord, ja, dan weet je, bol.com heeft een programma. En dat is heel laagdrempelig om daar in te stappen en dat toe te passen op, ja, whatever eigenlijk. Dus daar ben ik ooit mee begonnen. En ik denk dat ik echt ermee in aanraking kwam. Ik werkte destijds bij een PR-bureau in de reisbranche en we hadden een gesprek met een potentiële klant. En die had al een website waarbij die dus geld verdiende aan het verwijzen naar andere partijen. Dus die verzamelde ook allerlei accommodaties op zijn site. En die verdiende er dus geld door middel van affiliate marketing. Toen dacht ik, hé, maar ik heb een blog, daar staat al best wel veel op. Misschien kan ik dat ook gewoon eens gaan proberen. Weet je, het was meer. Ik werd geïnspireerd door een externe factor in ieder geval. Dus 2014 ben ik begonnen. En ik heb ook opgezocht wanneer ik mijn eerste geld ermee verdiende. Of in ieder geval mijn eerste uitbetaling kreeg. En dat was toch pas anderhalf à twee jaar later. Oh, in 2016, ja. Het was €100 met Booking.com. Oh, dus inmiddels was je ook al naar Booking.com gegaan? Ja. Ik had uiteindelijk wel wat meerdere partijen aangeschreven. Want ik had wel een beetje zitten kijken. Maar het was voor mijn gevoel toen echt nog wel de begintijd ervan. Weet je, mensen, er waren ook nog niet zo heel veel reisblogs in die tijd. Dus ik had ook niet echt heel veel mensen waarbij ik af kon kijken. Weet ik niet, maar wel dat ik kon kijken, hoe doen zij het? En hoe kan ik dat dan voor mezelf implementeren? En er waren weinig mensen met wie je het erover kon hebben. Er was gewoon nog niet zo heel veel over bekend. Over alle mogelijkheden. En ook heel veel partijen boden ook helemaal nog niet een affiliate programma aan. Om daarmee, om op die manier samen te werken. Dus het was echt een beetje een trial and error periode. En soms nog steeds. Maar nu ben ik gelukkig een stuk strategischer. Maar het was wel een tijd dat het. Ja, ik heb echt denk ik 2 jaar lopen land ervan. Ik probeer maar wat. En ik zie wel waar het schip stroomt. Ja. Maar even voor de beeldvorming. Dan stop je dus een linkje naar een hotel. Wat je toch al op je blog hebt. Stop je een linkje erin met affiliate code. En dan krijg jij een commissie als iemand via dat linkje boekt. Ja. En waarom duurt dat dan 1,5 jaar? Ik denk sowieso, bij veel affiliate programma's heb je een minimale bedrag wat je moet behalen aan commissies om uitbetaald te kunnen krijgen. Weet je, zoals bij een bol.com is dat volgens mij €50. Want anders is het voor een bedrijf ook niet heel erg interessant om elke maand €5 naar je over te maken. Weet je, dat is alleen al qua administratiekosten dan al. Dat kost dan eigenlijk al meer. Ja, dus als jij steeds hele kleine bedragen bij elkaar optelt, kan het dus even duren voordat je aan die €50 zit. Zeker in het begin. Dat is een reden waarom het bij mij denk ik in het begin best wel een tijdje heeft geduurd. Plus, ik heb gewoon totaal niet strategisch die linkjes erin gezet. Ik vulde gewoon wat linkjes in op bepaalde plekken. Maar er helemaal niet bij nagedacht van wanneer gaan mensen nou daadwerkelijk er gebruik van maken? Wanneer gaan ze nou converteren? En ik denk dat daar. Kan je een voorbeeld geven daarvan? Van waarom is dit dan niet handig? Nou, stel. Kijk, als je als ondernemer klanten zoekt, daar vergelijk ik het liefst mee. Ja, als ondernemer heb je klanten nodig. Nou, in mijn geval, mijn klanten zijn dus eigenlijk mijn bezoekers. Ik heb niet klanten waar ik per se 1-op-1 mee werk. Doe ik af en toe wel, maar dat is zeg maar niet mijn main business. Maar als jij een klant wil binnenhalen, denk je ook na over het moment dat iemand daadwerkelijk in gaat stappen. Weet je wel? Je hebt dus bepaalde content die je maakt om iemand te inspireren, weet je wel, een beetje wakker te maken. Dat ze gewoon überhaupt van je bestaan afweten. En je maakt content om te zorgen dat ze al zo ver in die customer journey zitten, dat ze daadwerkelijk denken, en nu ga ik instappen. En dat is met affiliate marketing net zo. Je moet op het juiste moment in de customer journey zitten,
om te zorgen dat mensen al zo ver zijn, dus dat ze geld willen gaan uitgeven aan datgene wat jij op dat moment promoot. Ja. Dus als ik een hotel bijvoorbeeld op mijn reisblog wil promoten, ik doe dat in een blog over 10 dingen die je kan doen in Londen. En ik ga dan verwijzen naar een activiteit die ik bijvoorbeeld noem in die 10 dingen die ik kan doen, is de kans dat mensen daar op boeken veel groter dan wanneer ik verwijs naar een hotel in die blog. Omdat mensen helemaal niet op zoek zijn naar een hotel. Nee, precies. Weet je, dan is het meer een soort van schieten met hagel. Dat deed ik in het begin heel erg. Dus heel veel schiet overal, maar linkjes in proppen en dan fingers crossed dat er dan wat zou gebeuren. Maar in die end ben je daar heel veel tijd mee kwijt en levert het je eigenlijk niks op. Nee, dus je zou beter een blog kunnen maken met 5 leuke hotels in Londen, bij wijze van. En dan daar de affiliate linkjes in doen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja, maar in het begin had je natuurlijk al heel veel blogs. Dus dan stopte je vooral gewoon random linkjes in allerlei blogs. Ja. En nu draai je het eigenlijk om. Dus je maakt eigenlijk een blog over iets waar ook een affiliate link in nuttig zou zijn. Ja, precies. En denk ik ook vooral na van waar zoeken mensen op? Waar hebben mensen daadwerkelijk behoefte aan om over te lezen, om te zorgen dat ze dus tot aankoop overgaan. Ja, interessant. Ja, ik heb zelf natuurlijk ook een reisblog gehad. En een van mijn beste blogs was een blog over Nederland. En dat converteerde eigenlijk altijd heel slecht. Want mensen gaan niet heel snel in Nederland per se een hotel boeken. Hè? Als jij naar de Efteling gaat, ga jij gewoon daarna weer naar huis. Precies. Dus die blog had heel veel bezoekers, maar ik verdiende daar inderdaad weinig aan. Nee, ja, en dat is denk ik wel echt een veelgemaakte fout. In ieder geval door mij in het begin. En dat is gewoon zonde. Weet je, je moet wat dat betreft, als je gewoon snel en vooral efficiënt zeg maar geld wil verdienen met affiliate marketing, moet je dus echt goed nadenken van waar hebben mensen behoefte aan en waar zijn ze echt daadwerkelijk naar op zoek, wat ook nog eens geld kan opleveren. Ja, en hoe pak jij dat dan nu aan? Als ik bijvoorbeeld een nieuwe site wil starten. Nou, ik ben toevallig dit jaar met een aantal nieuwe sites bezig. Dus ik heb voor mezelf heel duidelijk het stappenplan. Voor mij zijn er een aantal factoren waar ik heel erg nu in ieder geval rekening mee hou. En het eerste is, ik doe zoekwoordenonderzoek. Dus ik heb een niche in mijn hoofd. Ik zou ook altijd aanraden, doe iets waar je affiniteit mee hebt. Want het kost best wel wat tijd voordat je uiteindelijk ermee gaat verdienen. Maar daar zullen we vast ook nog wel verder op ingaan. Maar ik kijk naar mijn eigen interesses. En bij mij is dat bijvoorbeeld reizen. Dat is voor mij een hele grote niche waar ik echt alles in kwijt kan. Maar dan is het zaak om het zo niche mogelijk te gaan maken. Want reizen is natuurlijk best wel een breed onderwerp. Ja. Dus ik ga op zoek naar ideeën of ik wacht tot er een soort van inspiratie zo binnenkomt. En dan ga ik daarop verder borduren. Dus dan ga ik zoekwoordenonderzoek doen. Dan zijn er mensen die hier specifiek op zoeken? En hoeveel mensen zijn dat dan? En hoeveel concurrentie zit daarop? Welke sites zijn er al? En kan ik het daarvan winnen bijvoorbeeld? Want ja, je wil ook hoog, nou, ik in ieder geval, ik wil hoog ranken in Google om het zo passief mogelijk te maken. En hoeveel van die mensen die erop zoeken, zijn ook al daadwerkelijk bereid om uiteindelijk te gaan kopen? Is dit zeg maar een niche wat geld op kan leveren? Hoe weet je dat dan zeg maar? Stel dat er 1000 mensen elke maand op zoeken, maar hoe weet je dan hoeveel mensen ook echt... Dat is denk ik ook wel een beetje gok hoor. Maar dat is ook, zeker met reizen, is het bijvoorbeeld bepaalde maanden zijn heel lucratief. Omdat dan heel veel mensen, net zoals in januari is, de vakantiebeurs is niet voor niks in januari. Want veel mensen gaan dan hun vakantie boeken. Ja, dat is voor mij ook een hele goede maand altijd qua omzet bijvoorbeeld. Dat ik, trouwens in ieder geval qua conversie, laat ik het zo zeggen. Want ik word later uitbetaald. Zomermaanden bijvoorbeeld ook, omdat mensen dan heel veel activiteiten gaan boeken. Dus het is ook een beetje schatten, maar het is, ja... Als je heel niche al bezig bent en mensen zoeken al zo gedetailleerd op bepaalde zoekwoorden. En daar kan ik ook nog uren over praten. Maar dan is het misschien handig als iemand daar meer over weet, dat ze gewoon direct contact opnemen. Maar als je hebt zoekwoorden tools. En er zijn een aantal gratis die je kan gebruiken. Ik ben groot fan van Ubersuggest. Daar heb je een gratis versie van dat je 3 zoekopdrachten op een dag kan doen. En dan zie je precies hoeveel mensen erop zoeken en ook wat de concurrentie erop is. Maar als jij bijvoorbeeld een zoekvolume hebt op bepaalde woorden waar er dan maar 100 op zit, maar de concurrentie is heel laag, maar je weet wel dat het zo niche is, kan het nog steeds interessant zijn, omdat de commissies bijvoorbeeld heel erg hoog zijn. Maar als jij... Ja, dus dat is goed om te weten. Dus je kan ook iets waar misschien 100 keer per maand op gezocht wordt, kan ook relevant zijn. Zeker, ja. Als ik kijk naar, als ik bijvoorbeeld mijn 2 sites die ik net noemde met elkaar vergelijk, zoals Reisdoc en Goedkoop naar Disney. Ik heb bijvoorbeeld bij die Disney site, heb ik nooit meer dan 5000 unieke bezoekers per maand. Maar het levert me per bezoeker bijna 50 cent op. Ja.
Wow. Ja, dat is toch, nou, dat is toch best leuk. Ja, weet ja. Je, terwijl dat heb ik met reis ook nooit gehaald. Omdat daar natuurlijk ook zoveel andere type content op staat. Zeker uit die beginjaren dat ik er helemaal niet strategisch mee bezig was. Maar ja, het laat wel zien, je hebt niet grote volumes per se nodig om leuk geld te kunnen verdienen met affiliate marketing. Nee. Maar dan zijn de vervolgstappen die in mijn stappenplan zeg maar zitten, wel heel erg belangrijk. Want je wil kijken, ja, zijn er genoeg affiliate mogelijkheden qua partners waar je mee kan samenwerken? Nou, je concurrentie natuurlijk, maar ook hoeveel levert een commissie gemiddeld op? En daar, ja, dat is wel interessant om ook even over in de diepte te gaan. Want ik weet dat heel veel mensen dus inderdaad naar Bob.com programma gaan. Maar ja, hartstikke leuk. Maar als je boeken promoot, verdien je zeg maar 1 euro of zo per commissie. Ja. Maar wat vind jij dan een beetje een redelijke commissie? Nou ja, ik zou dan toch wel redelijk dat je minimaal wel 20 euro zou moeten krijgen gemiddeld. Ja, dan tikt het zeg maar in ieder geval beter aan dan dat je steeds 1 euro hebt. En bij bijvoorbeeld komt het ook vaak genoeg dat je 23 cent bijvoorbeeld verdient. En dat is wel een van mijn grote learnings geweest in het verleden. Ik heb jaren geleden een keer een affiliate webshop gestart. Het heette de Travel Gift Shop. Ja. En daarin verzamelde ik eigenlijk allerlei reisgerelateerde cadeaus. Vond ik hartstikke leuk. Weet je, allemaal leuke kettingen met palmboompjes verzamelen en zo. Ja, totdat die live stond. En ik me besefte, ja, oké, mensen geven nu ongeveer 15 euro uit. Misschien uitschieter naar 30 of 40. Want ja, dit geef je cadeau aan iemand. Het zijn allemaal een beetje prularia. Ik zou dat nu ook nooit meer doen. Maar als jij 4% daarover krijgt, en dat is al best wel een hoge commissie. Ja, 4% over 10 euro. Moet je flink wat verkopen. Wil je daar een leuk bedrag aan overhouden aan het einde van de maand? Dus ja, daar heb ik... En dan moet je echt massa draaien natuurlijk. Ja, en dat was dat niet, weet je wel. Dat is natuurlijk ook weer zo'n niche geweest. Ja, en dat was voor mij wel een groot leerpunt. En ik dacht, oh ja, hier had ik misschien iets beter over na moeten denken. Ja. En wat voor commissies ontvang jij nu zoal qua hoogte en wat kopen mensen dan? Ja, het verschilt heel erg. En dat wordt het alweer wat technischer hoor. Maar heel veel affiliate programma's die hebben bepaalde voorwaarden aan. Soms krijg je alleen maar een commissie uitgekeerd als jij de laatste klik bent. Dus als jij de laatste bent op wie iemand zeg maar geklikt heeft om uiteindelijk tot koop over te gaan, wordt je uitbetaald. Soms alleen als de eerste. En soms wordt alles verdeeld over alle kliks die ermee te maken hebben. En het heeft allemaal weer met cookies en weet ik wat allemaal te maken. Dus soms kan ik, als iemand 1000 euro uitgeeft, kan ik daar dus 20 cent aan overhouden. Omdat er 500 touchpoints ertussen hebben gezeten. Maar ik kan ook bij een uitgave van 1000 ineens 100 euro bijvoorbeeld overhouden. Of 50 euro. Maar ja, met reizen geven mensen toch wel vaak 2.000, 3.000 euro uit. Zeker als ze een hele reis boeken. Ja, en dan loopt het lekker snel op. Ja, dus zou je dan zeggen, start een niche blog over met dure producten eigenlijk? Hoeft niet. Maar ik zou wel kijken, ik ga wel dingen doen waar je of massa op kan draaien. Dat je dat ook wil. Want dat betekent ook waarschijnlijk dat er wel veel concurrentie op zit. Dus dan moet je ook veel content gaan maken. Ja, of ga dus meer op een niche zitten waarbij mensen inderdaad veel uitgeven. Of waarbij de commissies heel hoog zijn. En bij reizen zijn de commissies al snel wat hoger. Omdat als jij een percentage van een paar duizend euro krijgt, ja, dan tikt het wel lekker snel aan. Ja. Maar het nadeel van de reis is ook weer dat mensen het ook allemaal weer kunnen annuleren. Dus als mensen het een jaar van tevoren boeken, wil niet zeggen dat ik het uitbetaald krijg. Ik heb zo vaak dat het allemaal canceled, canceled, canceled bij staat. Want je krijgt pas je geld als uiteindelijk die reis iemand is geweest, ja, klopt. En zeker sinds corona kunnen mensen allemaal gratis nog annuleren. En dat is, maar een reis is niet de enige niche waar je veel geld aan kan verdienen hoor. Er zijn er heel veel. Maar daarvoor wil je wel je onderzoek zeg maar doen. En daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is dat je dus binnen je eigen interessegebied blijft. Omdat je daar dan al zoveel kennis van hebt. En dat scheelt je gewoon heel veel tijd. Ja. Heb je leuke voorbeelden van oud klant of zo? Van een niche? Waar moeten we aan denken buiten de reisbranche? Ondernemen. Ik vind het lastig. Ja, ik zit vooral in het reiswereldje. Ja. Maar vooral echt dingen met ondernemen, marketing. Dus tools bijvoorbeeld, woningen. Op een bepaalde manier. Ja, geld tot voor kort. Want inmiddels zijn er natuurlijk hele scherpe regels voor gekomen. Als je financieel advies wil geven. Ja. Maar ja, dingen rondom financiën waren ook altijd heel erg interessant. Ja, en zo zijn er heel veel. Echt, the sky is the limit. En ik zou, als je gewoon meer inspiratie zoekt van ja, oké, wat zou ik überhaupt leuk vinden om wat mee te doen?
Meld je dan aan bij een affiliate netwerk. Er zijn er meerdere. Ik zit bijvoorbeeld bij TradeTracker, TradeDoubler, Daisycon. En dat zijn partijen waarbij de grotere bedrijven zijn aangesloten om een affiliate programma te kunnen aanbieden. En daar kan je dus gewoon heel makkelijk scrollen tussen alle opties die er zijn. En dan kan je denken, hey, misschien is dit wel heel erg leuk. Ja. De sky is echt de limit daarin. Ja. En heb je wel eens dat je een hele blog maakt met allerlei affiliate linkjes en dat zo'n partner dan stopt? Ja. Dat zou kunnen. Ja. Ja, daarom. En daarom is het heel fijn om een niche website te hebben waar je dus niet te veel content op hebt zitten. En er zijn ook weer tools om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld op één plek maar een link hoeft aan te passen. Zodat je dan dus niet je hele website hoeft door te lopen. Dan wordt het ook alweer wat technischer. Dus je kan het allemaal wel weer minimaliseren. Maar ja, hoe dan ook zit er dan wel werk bij. Maar ik moet zeggen dat het vrij weinig gebeurt hoor. In al die jaren dat ik het heb. Want dan zou je al die linkjes moeten gaan vervangen. Dan wel handmatig, dan wel geautomatiseerd. Maar dan moet er wel weer een alternatief zijn. Ja, en dat is er gelukkig meestal wel hoor. En soms wil het nog wel eens voorkomen dat een partij van het ene netwerk naar het andere gaat. Ja, dan moet je ook even al die links even aanpassen. Ja. Maar ja, als bijvoorbeeld Booking.com zou stoppen, dan had ik wel echt een probleem, ja. Ja, dat zei je ook, denk ik. Ja. En als iemand dus nu luistert en ze denken, nou, ik wil ook wel een affiliate website starten. Eigenlijk hoor ik dus al een aantal learnings. Dus hè, kies een niche. Lage concurrentie, goed zoekvolume, maar het hoeft ook weer niet extreem goed te zijn. En inderdaad, hoe hoger de concurrentie, hoe meer content er gemaakt moet worden, hoorde ik jou net zeggen. Ja, in veel gevallen wel. Het geldt ook weer niet voor alles, maar je moet zien dat Google, zeker nu met de komst van AI, en daar kan je ook heel makkelijk wel weer content mee maken dankzij AI, maar Google geeft ook alweer, laat steeds meer zien dat de voorkeur gaat naar ook menselijke teksten. En ook vooral echte experts. Dus er wenken heel erg op authenticiteit, op expertise. En zo zijn er nog wel wat meer dingen. Maar die twee zijn heel erg belangrijk. En autoriteit bouw je op als jij eigenlijk alles over een bepaald onderwerp op je site hebt staan. Als jij een blog hebt over reizen, zoals ik bijvoorbeeld met Reisdoc. Ja, voor mij is het nu, ik geef daar nu inmiddels wat minder aandacht aan, maar heel lastig om op heel veel topics hoog te ranken, omdat er gewoon zoveel concurrentie bij is gekomen. Weet je, en het is zo breed dat je als één pitter nooit alle content op je website kan hebben. Maar een site zoals Goedkoop naar Disney is zo niche, dat als ik al die hotels erop heb staan, ben ik soort van compleet. Ja. Dus dan rank je ook veel hoger. Jij bent in coronatijd begonnen met die site en toen was Disney dicht, notabene. Ja. En inmiddels verdien jij er, nou ja, ik heb uitgerekend net, maar verdien je er een paar duizend euro aan. Dat vind ik nog best wel snel. Ja. Vind je van nul naar een paar duizend? Of niet? Ja, ik vind het ook. Maar ik denk dat wij ook allebei wel meer op de lange termijn gefocust zijn. Dat we weten dingen kosten tijd. Dus we weten zeg maar niet beter dan dat het tijd kost. Ja. Maar als ik kijk naar ook eerdere klanten of gewoon andere mensen die ik spreek over sites starten. Affiliate sites starten. Ja, dan... Als ze dan na 6 maanden nog niet gelijk resultaat zien, zie ik al gauw dat mensen heel snel de handdoek in de ring gooien. Ja. Omdat het dan toch te lang duurt. Maar ik ben toen in coronatijd inderdaad gestart. Ook omdat ik gewoon de tijd ervoor had. En voor mij was het een blog op Reisdoc die heel goed werkte. Die ik dus heb uitgewerkt naar gewoon een hele site. Gewoon als probeersel, want ik had toch de tijd. Ja, en dat is uiteindelijk heel erg groot geworden. Maar er is wel flink wat aan vooraf gegaan om nu sinds, hoe lang? Ik denk dat hij nu 1,5 à 2 jaar echt gewoon wel geld oplevert. En nu, echt wel goed aan het pieken is. Ja. Ja, ik hoop... Nou ja, dat is ook zo. Het is lang, maar toch ook weer snel. Ja, net wat je horizon is natuurlijk. En het is wel fijn, denk ik, dat als er na een paar maanden in ieder geval iets gebeurt. Dat je ziet dat er potentie is. Ja, dat is ook zeker wel zo hoor. En ik heb zelf, ik heb nu een paar maanden geleden een nieuwe site live gegooid. Ook weer een niche site. En voor mij weet ik ook van het is weer een reiswebsite. En er zit hier een hele concrete periode aan dat mensen er naartoe kunnen reizen. Maar dan ga ik bijvoorbeeld wel dingen bijhouden van, word ik al gerankt? En stijg ik al elke maand? Dus ik haal elke maand hou ik al wel resultaten bij, ook al verdien ik er nog geen geld aan, om die motivatie dus vast te houden. Dus als ik zie dat het elke keer verder omhoog schiet en dat een paar dingen die erop zijn gewoon nu echt al bijna op de eerste pagina van Google staan, denk ik, dan komt dit wel goed. Weet je, dan
is het gewoon een kwestie van wachten tot het seizoen soort van weer open gaat. Ja. En dan komt het wel goed. Dus je kan wel je motivatie wat makkelijker vasthouden als je ook al de niet-conversies in ieder geval bijhoudt. Maar gewoon kijken van, ja, komt er überhaupt verkeer op mijn site? Hoe doe ik het in Google? En, ja. Ja, precies. Groei zit hem niet alleen in geld, maar ook dus in bezoekers. Ja, ja, je moet als je zeg maar, het passief wil maken en dat mensen via Google binnenkomen, ja, dan wordt het wel, is het vooral in eerste zaak belangrijk dat je gevonden wordt. Ja, en hoeveel, ik heb 100 vragen echt, maar hoeveel content moet jij ongeveer maken, vind jij, voor een niche website? Nou, ik heb gekeken naar de Disney site, hoeveel erop staat. Nou, hij staat dus nu 4 jaar live en er staan 60 pagina's op. En dat is inclusief alle producten of alle hotels, ja, alle blogs en alle landingspagina's. Nou, ja, dat valt best mee. Dat toch? Is echt heel weinig. Als ik kijk naar Brijstok, ja, staan er 1000 pagina's op. Voordat we verder gaan, wil ik even je aandacht voor het volgende. Want misschien luister je al een tijdje naar deze podcast en droom jij ook over tijd- en locatie-onafhankelijk ondernemen en meer financiële vrijheid. Maar weet je simpelweg niet waarmee, waar je passie ligt, welke opties er zijn? Dan wil ik je heel graag wijzen op het Become Financially Free Membership van Rowena Russo. In haar membership deelt Rowena alle kennis, kunde en tools om online geld te verdienen, dankzij onder meer het verkopen van online producten, affiliate marketing en print on demand. 6 maanden lang krijg je toegang tot alle workshops, guides, systemen en masterclasses. Daarna is het membership per maand opzegbaar. En met de kortingscode VRIJEMEID50 krijg je maar liefst 50% korting op je eerste maand of op een premium jaarabonnement. Ga naar www.becomefinanciallyfree.nl of klik op de link in de beschrijving. Ja, precies. Dus als je 60 pagina's maakt in 4 jaar tijd, dat is 15 pagina's per jaar. Dat is elke maand maak je bij wijze van spreken iets. Ja, ja, en of maak je alles in 1 keer? Nou, ik zou wel zorgen dat je, als je live gaat, dat er al wel echt een basis gaat staan. Zodat Google al heel snel ziet, oké, dit is wel een partij waar we serieus rekening mee moeten houden. Dus ik zou eigenlijk in het begin een soort van bulk maken met, ja, welke content dan ook maar past bij de niche die je hebt gekozen en bij de zoekwoorden die eruit zijn gekomen. En vanuit daar gewoon steeds beetje bij beetje blijven opbouwen. Zodat je dus wel inderdaad regelmatig nieuwe content opplaatst. Maar ik heb bijvoorbeeld bij die Disney site echt, er is een tijd geweest dat ik daar 1,5 jaar niet naar om heb gekeken. En toch liep het door. En dat is het voordeel van niche. Weet je, er is niet zo heel veel voor nodig. Want als alles er een soort van opstaat. Ja. Ja, dat is waar. Op een gegeven moment ben je uitgeluld. Ja, en dan kan je natuurlijk kijken. Je kan altijd verder groeien. Er zijn nog zoveel zoekwoorden waar ik ook bijvoorbeeld een blog over zou kunnen maken. Maar ja, ik kan het ook niet doen. Het is niet per se nodig. En is affiliate marketing dan denk je alleen geschikt voor blogs? Of zou je het ook kunnen toepassen op Instagram, YouTube, een podcast? Ja, nou, je kan het overal denk ik wel toepassen. Wat ik heel fijn vind aan blogs is dat mensen het snel kunnen scannen. En dat vooral Google het snel kan scannen. En mensen zijn veel makkelijker geneigd om door te klikken. En als mensen via Google zoeken, dan zijn ze daadwerkelijk zelf al op zoek naar iets. Weet je? Dus dan zitten ze al op een heel andere plek in de customer journey dan via social media. Wanneer je gewoon mensen random vertelt, hey, hier heb ik een nieuwe blog, lees dit bijvoorbeeld. Weet je, dan gooi je het soort van in hun gezicht. En dan moet je maar net iemand hebben, of het liefst natuurlijk meerdere mensen, die denken, oh, dit is precies wat ik nu nodig heb. Nou, je bent dan al blij als iemand bijvoorbeeld doorklikt. En dan is het nog maar de vraag, ja, gaan ze dan nu gelijk een hotel bijvoorbeeld naar Londen boeken? Ja, want inderdaad, even ter voorbeeld, als ik inderdaad op social media zit en ik zie van jou een post voorbij komen over Disneyland, dan ga ik niet direct denken, oh, ik ga nu een hotel boeken. Nee. Want ja, jij komt gewoon random mee aan. Terwijl als ik zelf google van, hey, hoe kan ik goedkoop naar Disney, dan ben ik dus al voornemens om te gaan. Ja, daar zit denk ik wel echt het grote verschil in. En ik merk hè, bij podcasts ook, nou, we hebben Het Kan Ook Zo natuurlijk samen, hebben we ook geëxperimenteerd met affiliate links. En je merkt toch dat als mensen luisteren, het is ook weer anders, weet je wel. En in onze podcast komen mensen echt nog wel via de zoekfunctie ook binnen. Dat is natuurlijk ook onze strategie daarin, of althans natuurlijk, dat is onze strategie erin. Maar dan toch is die stap denk ik weer groot, omdat mensen het dan in de auto misschien luisteren of onderweg. Dan ga je ook niet even op een link klikken en op een rustig moment, weet je, dan het alsnog lezen of zo, weet je. Dus voor mij is bloggen, tekst in ieder geval wel een soort van heilige graal, omdat het voor de lange termijn gewoon heel goed werkt. En met social media is het ook dat je het elke keer moet blijven herhalen om maar in de picture te blijven. En bij Google, ja, kan je wel ervan uitgaan dat je wat langere tijd op een bepaalde positie plus minus staat. Want er zitten altijd wel schommelingen in.
Maar kunnen ze ook 's nachts erheen? Kunnen ze ook op je website komen als je op vakantie bent? En dan loopt het door. En dat is voor mij waarom ik hier zo blij van word. Ja, het is echt passief. Ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Natuurlijk, er blijft wel werk aan zitten. Helemaal passief is het ook niet. Maar je kan wel met gerust hart gewoon een maand of twee maanden op vakantie. En ja, weet je, het loopt door. Mijn mailbox is zo goed als leeg. Want ja, wie mailt mij nou? Want ik ben niet degene die verantwoordelijk is voor de dingen die ik op mijn website zet. Nee. En hoeveel uur ben je ongeveer nog kwijt aan bijvoorbeeld die Disney site dan nu? Even kijken hoor. Ik heb even op een rijtje gezet wat ik nog aan werkzaamheden nou precies doe. Bij een bestaande site, zoals bij de Disney site, ben ik één keer per maand bezig met de statistieken. Dus bijwerken wat heeft geconverteerd, hoe ranken bepaalde pagina's, waar kan ik dan eventueel optimalisaties doorvoeren als bijvoorbeeld iets eenmaal gekelderd is. Wat moet ik dan doen en wat is handig? Alleen al dat in kaart brengen kost mij 2 uur per maand, denk ik. Dan nog de optimalisaties doorvoeren in de bestaande content. En dat wisselt ook per maand. Maar laat ik zeggen dat ik daar halve dag tot een dag per maand mee bezig ben. Ja, En soms maak ik nieuwe content. Ja, en dan vul daar nog een dag bij in, 2 dagen. Ja. Want je moet toch wel blijven updaten om Google tevreden te houden? Maar dat hoeft niet wekelijks. Dat hoeft echt niet wekelijks. Als je content namelijk actueel is en alles staat erop, dan valt er weinig bij te werken. En zeker met hotels verandert er niet zoveel, behalve dan de prijs die je ervoor betaalt. Er zijn ook weer tools voor om dat automatisch allemaal te laten inladen. Zeker bij gewone producten. Er valt veel te automatiseren. En je hoeft er echt niet zoals bij een blog waarbij je anders niet meer actueel genoeg bent. Net als met een nieuwssite, die moet maar blijven posten, willen ze actueel zijn. Maar als je je niche goed kiest, dan hoeft dat dus niet per se. Nee. Wat is de hoogste commissie ongeveer die jij ooit verdiend hebt? Ik denk dat ik dan ongeveer op de €200, €250 zat. Van wat is dat dan? Ik denk dat het gewoon echt een vakantie is geweest. Dat iemand echt een all-inclusive van €10.000 heeft geboekt en dat aantikte. Maar ik heb bijvoorbeeld ook laatst een affiliate verdiend aan een cursus die ik had aan... getipt had aan iemand via een affiliate link. En dan had ik ook zo in één keer €150 commissie. Weet je, dus daarom zeg ik, het is niet alleen maar de reiswereld waar je hoge commissies kan verdienen. Het kan ook heel laag zijn. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Maar kijk, doe daar wel echt onderzoek naar. Wil je een goede ROI eruit kunnen halen? Ja, ja. Interesting. Hey, en wat is jouw doel met affiliate marketing? Werk jij naar een bepaalde omzet toe of... Ja, ik werk nu wel toe dat ik toch wel minstens 10.000 per maand echt omzet met een minimaal aantal sites. Ik heb ook gezien om er 10 verschillende bij te houden. Maar mijn doel is vooral dat ik mezelf een beetje vrij kan spelen. Dat ik naar het buitenland zou kunnen wanneer ik wil. Dat ik vrij kan nemen wanneer ik wil. En dat ik wel weet van ik kan en nu gewoon goed mijn rekening betalen. Ik kan goed geld opzij zetten voor later. En ik kan inderdaad ook gewoon reizen wanneer ik wil. Want voor mij is reizen nog steeds nummer 1. En dan is 10.000 een soort van een heel groot doel, zou ik zeggen. Ik begin niet vanaf nul, hè. Dat scheelt. Ja. Dus als ik mijn berekeningen een beetje kloppen en weet waar ik naartoe werk, dan weet ik ook dat het prima haalbaar is met 4 sites. Ja. En daarvan heb je er nu 2? Of 3 dan? Ja, nu 3. En ik ben met de 4e nu bezig. Ja, en dan duurt het nog wel even voordat ze dan helemaal daar zijn. Maar daarom zeg ik werk er echt naartoe. Ik kan me nu al een leuk salaris uitkeren van puur mijn affiliate inkomsten. En dan als doel dat ik me dan daarna eigenlijk een soort van vrij kan spelen. En dat eigenlijk alle potjes een beetje gevoed worden. Van voor nu en voor later. Ja, met 10.000 kom je daar een heel eind mee, denk ik. En wanneer denk je dat dit doel haalbaar is om te bereiken? Ik hoop over 1 jaar. Oh. Ja, ik zeg het gewoon. Gewoon over 1 jaar is het zover. Wauw, maar dan wil ik echt in de leer bij, hoor. Nou, dat mag. Want stel inderdaad, even een sneak peek van jouw 1-op-1 adviezen, maar stel ik wil ook een affiliate website, want ik denk als mensen dit horen dat iedereen wel roept van ik wil dit ook. Of ze bereid zijn om het werk te doen, dat weet ik niet. Maar ik wil dit ook. Mm-hmm.
Maar inderdaad, dan wil ik een niche bedenken. Iets die wel dicht bij mij staat. Maar ik kan wel iets roepen, maar dan zou ik niet zo goed weten wat ik daarna moet doen. Nee. Dus stel, ik zeg even iets, hè, er ligt een telefoon hier voor mij. Stel, ik wil een niche website over telefoonhoesjes. Is dat een goede niche, denk je? Ja, dat ga je uitzoeken. Daar begint het zeg maar mee. Weet je? Dan ga je inderdaad die research doen met bijvoorbeeld een Ubersuggest, wat ik eerder noemde. Van wordt er opgezocht en waar wordt dan opgezocht? En dat is soms ook een beetje, weet je, een natte vinger in de lucht en kijken van wat komt er aan inspiratie in je op. Maar zeker bij betaalde accounts krijg je ook weer suggesties voor bepaalde keywords. Je wordt er een soort van doorheen geleid. En er gaat wel wat tijd in zitten. Want je wil niet alleen maar op smartphonehoesjes bijvoorbeeld ranken. Weet je? Daar zijn zoveel mogelijkheden weer voor. En dat is ook wel een fout van mij in het begin geweest. Dat ik dan bijvoorbeeld op mijn main keyword was dan heel veel zoekvolume. Maar als je dan kijkt naar de dingen die eronder hangen. Ja, daar werd dan bijvoorbeeld weer niet onder opgezocht. Oh ja, dus dan moet je het een beetje hebben van één keyword. Ja, en dat wil je niet. Je wil eigenlijk echt wel dat er, het liefst tientallen keywords zijn waar je mee aan de slag kan. Zodat je ook, meerdere opties hebt om hoog te kunnen ranken. Zodat je dus ook veel meer verkeer krijgt. Dus dan is het ook niet erg als een keyword bijvoorbeeld maar zoekvolume van 200 heeft. Als jij daar 20 ervan hebt, dan kan je er nog steeds veel verkeer uit halen. Maar dan wel dus binnen een thema, binnen een niche. Ja, precies. Ja. Dus inderdaad, stel telefoonhoesjes. Hè, dat zijn goedkope producten, die commissies zijn laag. Ik besluit om toch iets anders te gaan doen. Ja. Oké, stel ik vind een andere niche. Bijvoorbeeld handtasjes. Die grijze handtasjes heb ik hier liggen. Ja. En die zijn wel wat duurder. Dus dat is misschien wel een goede niche. En dan moet ik dus gaan kijken, is er ook wel een partij met wie ik kan werken waar die grijze handtasjes verkocht worden, zodat ik ook commissies kan ontvangen. Ja, dus je gaat bijvoorbeeld de zoek inderdaad van, dan wordt er op grijze handtasjes gezocht. Nou, dat zou dan, het zou ook al perfect zijn als dat dan bijvoorbeeld je URL wordt, hè, je domeinnaam. Ja. Dus gewoon grijzehandtasjes.nl. Ja. En dan ga je kijken, oké, maar welke grijze handtasjes zijn er dan allemaal? Weet je, heb je, weet ik veel, ik noem Birkin, ik ben daar totaal niet in thuis. Ja, maar je noemt een paar dure merken. Dan ga je inderdaad kijken van, oké, Birkin, model, naam erin. En eventueel ook grijs erbij, weet je wel. Iets in die trant. En dan ga je kijken, wordt daar wel überhaupt op gezocht? Weet je? En hoeveel concurrentie heb je? En ook vooral, wie is je concurrentie? Ga je het daarvan kunnen winnen? Ja. En dan inderdaad ga je kijken, zijn er partijen die dat verkopen? Weet je, een Bijenkorf. Ja, ik weet niet uit mijn hoofd of die een affiliate-programma hebben. Maar die verkopen vast wel dure grijze handtasjes. Ja. En het is ook een partij die mensen vertrouwen om te kopen. Weet je, je wil ook wel dat, het is wel slim om naar partijen te verwijzen die mensen kennen, omdat dan ook weer de betrouwbaarheid vergroot en dus ook weer de conversie. Ja, en even stel, dat blijkt dus allemaal top. En dan, zeg maar, mag ik dan ook die afbeelding gebruiken? Want ik kan niet zomaar toch die afbeelding van de Bijenkorf dan op mijn site zetten. Nou, daar zou ik ook weer even research naar doen. Als alle partijen die deze tassen aanbieden dezelfde afbeeldingen gebruiken, kan je er in principe van uitgaan dat is gewoon rechtenvrij productmateriaal. Dus daar doe je je research naar. En anders zou ik, als jij bijvoorbeeld verwijst naar een Bijenkorf, om in dit geval even als voorbeeld te noemen, kan je altijd de Bijenkorf, de affiliate manager, zeg maar, een berichtje sturen van, hey, mag ik die afbeeldingen gebruiken? Weet je, check het dan. Ja. En desnoods met bronvermelding erbij. Ja, want inderdaad, de Bijenkorf is ook alleen maar blij als je het uiteindelijk promoot. Tuurlijk, het is voor hun ook promotie. Maar zeker met productfoto's, dat wordt... Iedereen gebruikt eigenlijk dezelfde, weet je. Dus we gaan die echt niet allemaal zelf maken. In sommige gevallen natuurlijk wel. Maar ja, vaak worden gewoon dezelfde afbeeldingen gebruikt. En is een partij van die tassen ook alleen maar blij als je ze gebruikt. Want het is allemaal promotie. Ja. Dus inderdaad, want op het moment dat jij Disney.nl, of sorry, goedkoop naar Disney hebt, dan heb je ook al die hotelfoto's. Ja. In principe pak jij die dan gewoon van Booking. Ja. Oh ja, en dat is oké. Ja. Ah, ja, dat is zo goed om te weten. Ja, maar wel inderdaad met de check van, zijn het alle... Kijk, en die foto's die op Booking staan, worden door de partij zelf erop gezet ook, hè? Dus dan weet je ook al van, dit is gewoon van het hotel zelf. Ja, dan... En als je dan ook nog eens kijkt, staan ze ook op hun eigen site, staan ze ook bijvoorbeeld op een TUI. Kijk, en als je het over die handtassen hebt, kan je ook nog eens kijken van, verkoop bol.com ze bijvoorbeeld ook. I don't know of die handtassen hebben. Maar dat je inderdaad gewoon meerdere partijen checkt van, is dit allemaal hetzelfde of niet? Ja, wauw. En bij twijfel altijd gewoon een berichtje sturen om te vragen. Ja, oké, dus ik ga aan een grijze handtasjes website beginnen. En dan inderdaad leg ik die domeinnaam vast en ik ga bloggen en ik ga daar linkjes in doen. En zou dat dan in een paar maanden
ja, kunnen werken? Of hoe, wanneer concludeer je dat het potentie heeft en wanneer zou ik de handdoek in de ring moeten gooien? Oh, goede vraag. Nou, ik denk dat dat wel weer echt afhangt van je niche en de concurrentie die je hebt. Ik heb bijvoorbeeld nu een site in de lucht gegooid waar best wel veel concurrentie op specifieke landingspagina's zat. Maar ik dacht, ik ben zo niche, ik denk dat ik dit wel moet gaan winnen. En ik denk dat hij is in juni, denk ik, live gegaan. Mei, denk ik. En vorige maand heb ik voor het eerst mijn analytics echt bijgehouden. En toen zag ik dat echt, nou ja, 8 van die pagina's al bijna op de eerste pagina ranken. Dus als je content, kijk, je content moet ook goed zijn, dat ten eerste. Hè? En ik ben helemaal voor gebruik maken van AI-tools om je teksten te schrijven. Maar echt zorg er alsjeblieft voor dat er echt die menselijke touch erbij zit. En dat je content beter is dan dat van je concurrenten. Zorg dat de techniek van je site klopt. Weet je, het is van zoveel factoren afhankelijk. Als je site super traag laat, ja, dan rank je ook slecht. Als jij heel weinig content op je site hebt in een hele grote niche, ga je ook lang. Weet je, dan duurt het ook lang. Maar ik denk als je na een half jaar echt nog steeds helemaal niks ziet in de ranking, dat je enigszins hoog scoort, alles onder de 10, 15 zou ik zeggen, qua positie, zeggen, ja, dan dat heeft niet zo heel veel zin. Want hoe vaak scroll jij naar pagina 4 bijvoorbeeld om iets te vinden? Nee. Best place to hide a dead body, hè? Precies. Dus ja, ik geef het zeker echt wel een aantal maanden de tijd. En gooi zeker niet gelijk de handdoek in de ring. Maar mocht je bijvoorbeeld nu al een website hebben en het loopt voor geen meter, nou, daar kan ik je sowieso bij helpen met mijn eigen coaching die ik daarin heb. Dat ik gewoon de hele site doorloop en alle optimalisaties op een rijtje zet om te zorgen dat het beter gaat. Ja. Want er zijn zoveel factoren waar je rekening mee kan / moet houden, denk ik. Dat het zonde is om gelijk al de handdoek in de ring te gooien als je niet per se weet waar het aan ligt. Nee, precies. Inderdaad, eerst onderzoeken of er mogelijkheden zijn. Ja. En ben jij, hoe kijk je aan tegen concurrentie in de zin van mensen die jou nu gaan namaken bijvoorbeeld? Ja, ik kan daar me heel druk om maken, maar ik geloof ook dat ik zoveel kennis in huis heb dat dat niet per se gelijk makkelijk te kopiëren is. Plus, ik heb zo'n voorsprong dat mijn sites al, zeker die Disney-site, dat, weet je, dat kan je inderdaad nu kopiëren, want die gooi ik out in the open, als in die bestaat. Maar ja, voordat je dat allemaal live hebt staan, dat het, weet je, anders is weer dan mijn site, want anders maak je een kopie van mijn site en ja, dan word jij gedowngrade. Ik niet, want ik besta al 4 jaar. Google is hartstikke slim. Daar moet je je echt niet in vergissen. Ik kreeg laatst ook een mailtje van iemand die ook vroeg van, ja, hoe laat jij alle content in van een booking.com bijvoorbeeld? Ja, dat doe ik niet. Ik schrijf alle teksten gewoon nog zelf op basis van mijn eigen research. Ik ben best wel veel tijd kwijt aan de teksten schrijven zelf. Ik gebruik bijvoorbeeld weinig AI-tools hiervoor, ook omdat ik het schrijven nog wel leuk vind. Maar ook omdat ik zeker wil weten dat mijn content actueel is, klopt. En ja, de AI-tools laten toch niet altijd alles even goed... Ik kreeg van de week nog een leuk berichtje van iemand die zei, ik organiseer een netwerkborrel en ik had AI gevraagd welke ondernemers ik moest uitnodigen. Mm. En toen had AI mij getipt aan haar, maar met een beschrijving over PR. Ah, en toen dacht ik, ja, maar ik werk al 2 jaar niet meer in PR. Dus AI heeft het ook echt niet altijd juist. Nee, daarom. Dus ja, ik ben echt al voorstander van, tot op zekere hoogte. Weet je, omdat lang, en dat is misschien over een paar maanden, of zeker over een paar jaar, weer heel anders. Maar op dit moment kost het je gewoon echt nog wel tijd om goede content te maken. En zie ik ook echt wel dat Google de content die echt door human hands, zeg maar, geschreven is, gewoon veel hoger rankt dan de AI geschreven teksten. Ja. Heb jij nog een leuke do en don't voor ondernemers die hiermee willen beginnen of iets verder in willen komen? Ja, ik zou laagdrempelig beginnen om te kijken of je überhaupt leuk vindt om met affiliate marketing bezig te zijn. En de makkelijkste manier, denk ik, zeker als je al ondernemer bent en je hebt al een bepaald bereik, je hebt al een site staan, implementeer het in je eigen bedrijf. Weet je, ga kijken welke tools je bijvoorbeeld gebruikt. Wat tip je aan je klanten? Weet je, als jij fotograaf bent, ja, dan kan jij bijvoorbeeld naar camera's verwijzen met een affiliate link, weet je. Bol.com is dan ineens bijvoorbeeld wel weer wat lucratiever, omdat een camera zo een paar duizend euro kost. Ja. Weet je? Maar ga kijken hoe je dan je huidige bereik, zeg maar, zo ver kan krijgen dat ze
converteren. Dus sommige dingen deel je misschien als standaard. Hè? Bijvoorbeeld bepaalde tools die je gebruikt, waar je nu een, ja, ik noem dat een schone link in gebruikt. Dus gewoon de normale link. Mm-hmm. Ja, daar kan je ook een affiliate link achter plakken. Ja. Weet je, voor jouw klant maakt het in principe niet uit, want ze betalen niet meer. Ja. Weet je, jij krijgt alleen een extra beloning voor wat jij promoot eigenlijk aan ze. Maar je kan het op social media dus al inzetten. Je kan het in je nieuwsbrief inzetten. Je kan het in je podcast als je die hebt inzetten. Je kan het gewoon één op één naar je klant sturen. Van hey, je gaat nu hiermee aan de gang. Deze tool is echt onmisbaar bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja, ik heb zelf dit jaar, heb ik even gekeken, €1200 verdiend aan affiliate marketing. Dus dan denk ik, nou ja, ik heb inderdaad... ik heb ook nog een blog online staan, maar daar doe ik ook niks meer mee. Maar goed, ja, €1200 is toch gratis geld? Ja, nou ja, daarom. En als je dan nu zegt van, ik doe niks meer met mijn blog, maar je hebt dus waarschijnlijk jaren geleden daar dingen geïmplementeerd en het levert je nu nog steeds geld op. Nee, het is bijna niet van mijn blog. Althans, ik denk dat de helft van mijn blog is en de andere helft is vanuit social en podcast. Ja, nou ja, dan nog €600. Ja. Ja, weet je, je moet ergens beginnen. Ik begon ook met €100 die ik de eerste keer kreeg uitbetaald. Ja, maar als je het inderdaad nu doet binnen je bedrijf, wat je sowieso dus al runt, dan is het allemaal mooi extra meegenomen. Ik bedoel, elke euro is fijne omzet wat erbij is, toch? Ja, dus dan is inderdaad, het kan ook natuurlijk een side hustle zijn en blijven. Ja. Althans, zo zou je altijd gewoon kunnen beginnen, want het duurt gewoon ook even. Ja, ja, ik zou zeker niet gelijk je hele business omgooien om helemaal voor je op te gaan. Behalve als je daar echt dedicated mee bezig wil gaan. Maar dan wil ik wel echt benadrukken, het kost gewoon wel echt tijd. En als het eenmaal staat en het loopt eenmaal, dan heb je er bijna geen omkijken meer naar. Maar die weg ernaartoe is vrij lang. En zeker als je dan iets doet waar je helemaal geen plezier uit haalt. Ja. Dus je moet wel echt zorgen dat je het leuk voor jezelf maakt. En dus het proces ook leuk blijft vinden. Ja, ja, dus dat was de do. en dan nog een ultieme don't. Ultieme don't is kopieer niet rechtstreeks van anderen. Ten eerste is het gewoon, weet je, het is gewoon plagiaat. Maar het helpt je ook niet in de ranking in Google. Nee. Nee. Dus echt origineel blijven. Uniek. Maar dat zou ik als ondernemer sowieso aanraden. Weet je, ja. Maar het is ook verleidelijk nu in de wereld van AI om alles maar te laten schrijven. Maar dan heb je dus eigenlijk ook nooit unieke teksten, want iedereen gebruikt AI. Ja, precies. Ja, weet je, ik zou het vooral gebruiken als soort van research tool. Weet je, sommige, zeker als je gewoon het houdt bij ChatGPT, dat is nog zo, volgens mij is dat tot 2 jaar, weet je wel, dat het... Dat wat 2 jaar geleden online stond, dat is zeg maar nog hun actuele. Net als dat jij nog als PR-persoon zeg maar bekend staat. Ja, Snapper is inmiddels ook al bijna 2 jaar geleden verkocht. Het klopt zeg maar gewoon niet meer. Dus je moet altijd soort van je dubbelcheck nog erna doen en de teksten herschrijven. Want lang niet alle teksten zijn even goed. Hangt ook weer af van welke tool je gebruikt. Maar elke goede tool kost ook weer geld. Dus dan wil je er wel zeker van zijn dat je hier... mee bezig wil. Dus ik zou wat dat betreft begin laagdrempelig met je eigen bedrijf. Kijk wat dat oplevert, hoeveel tijd je kost, hoe leuk je het vindt. En als je dan denkt van, hey, dit smaakt naar meer, dan zou ik bezig gaan met de next step. Ja. Dus een leuke eerste to-do misschien voor als mensen deze podcast nu af hebben geluisterd en denken, oké, wat kan ik nu gaan doen? Ga naar wat kan je in je bedrijf toepassen? Voor elke ondernemer is er echt wel wat te verzinnen qua tools, qua dingen die je gebruikt, diensten van anderen. Ik verwijs bijvoorbeeld op mijn site, heb ik nu een pagina gemaakt met alle affiliate marketing cursussen die er zijn, want ik heb geen zin om er zelf één te maken. Maar er zijn er genoeg die dat wel doen, dus ik heb die bijvoorbeeld allemaal in kaart gebracht. Dus mocht je een cursus willen volgen, check even chantalschamp.nl. Zo heb ik het in mijn bedrijf bijvoorbeeld ook weer deels geïmplementeerd. Dus het kan al op een heel laagdrempelige manier. En houd ook in gedachten van, je kan daardoor ook weer de ondernemerswereld weer een stukje socialer maken door ook te verwijzen naar andermans diensten. Want je kan niet alles zelf doen. Hè? Ook al ben je een business coach, ben je ook niet overal heel erg goed in. Maar dan verwijs je misschien ook alweer naar degene die weer een expert is op een bepaald gebied. Ja. En als jij dan weer iemand doorverwijst, zodat iemand anders een nieuwe klant hebt en jij wordt bedankt eigenlijk door middel van een commissie, is het toch een win-win voor iedereen.
Ja, nou inderdaad, ik verwijs ook, of ja, ik verwees altijd al mijn klanten ook naar Mailblue, naar Plug & Pay, naar Precies. Moneybird. Ja, en dat waren allemaal affiliate programma's waar ik ook echt oprecht blij mee was. Daarom, ja, weet je, dus ik zou daar echt gewoon onderzoek naar doen met wat gebruik je zelf en wat promoot je aan je klanten. En ga kijken of daar een affiliate programma aangekoppeld is. En dat kan super simpel via Google, dat je gewoon Mailblue affiliate programma invult en dan kom je er gauw genoeg achter. Ja, inderdaad, heel veel van die tools hebben ook weer een intern affiliate vertel-een-vriend-achtig linkje. Zelfs ook beleggingsapps en zo hebben vaak zo'n intern linkje. Ja. Dat je weer beloond wordt binnen je account. Ja, precies. En zo komt het ook allemaal weer in dezelfde administratie terecht. Dus dat is ook wel weer fijn. Ja, dus hey, leuk. Als mensen jou willen volgen, je bent niet heel erg actief op social, want jij hebt dat niet nodig. Nee. Dat is denk ik ook nog wel echt een groot voordeel om te benadrukken. Van als jij dus werkt met affiliate marketing, dan hoef je dus niet de hele tijd op Insta allerlei dingen te gaan delen en te promoten. Jij deelt geen affiliate links de hele tijd op Insta. Nee. En zoals aan die Disney-site, er is alleen een site. Er is verder niks. Nee, dat is niet nodig. Nee, dus wat ik post op social media, je kan me daar zeker volgen. Dat is @chantal.schram op Instagram. Maar dan ben ik daar gewoon als mezelf, zeg maar. Weet je wel? Ik hoef niks te verkopen aan iemand. Dus dat is misschien ook wel verfrissend. Ja, nou inderdaad. Dus als mensen jou willen volgen voor affiliate tips, ja, die zijn er eigenlijk niet. Nee. Maar persoonlijk kunnen ze wel terecht het beste op Insta. Ja. En onze podcast natuurlijk. Het kan ook zo. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Chantal. Graag gedaan. Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.